De controle op de lockdown zal niet minder worden nu de avondklok geldt vanaf 9 uur 's avonds tot en met 5 uur in de ochtend. Dat zei minister Kenneth Amoksi van Justpol gisteren op de COVID-update persconferentie. De bewindsman gaf aan dat het nog vaak voorkomt dat er huisfeestjes worden georganiseerd waarbij men zich niet houdt aan de COVID-19 maatregelen. Hij benadrukte dat personen die hun eigen verantwoordelijkheid niet kennen zonder meer beboet zullen worden. Amoksi zei dat in oktober er een COVID Quick Response Team gelanceerd zal worden, waarbij burgers op het alarmnummer 105 COVID-19 overtredingen kunnen aangeven. Wanneer mensen informatie hebben over overtreders, het zij dat je buren of in de straat bij jou een feestzorg organiseert, dat er mensen zich ergens ophouden, dat u dat doorgeeft aan het COVID-management-team. U moet zich niet als een verklikker voelen, maar we vragen uw medewerking om de gemeenschap veilig te houden. We begrijpen dat het vervelend is, met name namelijk beperking van de bewegingsvrijheid. We begrijpen u. Maar het is er u om. We doen dat om u te beschermen. Minister Albert Jubitane van TCT gaf aan dat er een total lockdown geldt voor Apura, Washabo en Section voor 2 weken. De afgelopen week is er in dat gebied een uitbraak geweest van het coronavirus. De bewindsman haalde aan dat er alleen voor essentiële zaken een uitzondering gemaakt kan worden. Met uitzondering van de medische zending, die natuurlijk moet zorgen voor ondersteuning van deze gemeenschap. En mocht het zo zijn, noodzakelijke diensten, als er voeding naar daar moet. Maar per definitie is hij qua transport in total lockdown. Dus ook daarvoor vraag ik speciale aandacht dat wij de gemeenschap daar ook beschermen. Dat was minister Albert Jubitane van TCT. Hij sprak gisteren op de COVID-19-update persconferentie in de congreshal.